Na het punt tegen koploper SC Cambuur afgelopen week krijgt NEC deze week Top Os op bezoek. NEC heeft nog wat goed te maken tegen de ploeg waarvan vorig jaar met 5-1 werd verloren. Daarom wil de ploeg van Gesthuizen revanche op het 32 kilometer verder gelegen Os. De bezoekers staan 18e en het is dus een uitgelezen kans om de goede vorm van de laatste weken door te zetten in de strijd om de tweede periode. We spraken trainer Gesthuizen hoe zijn ploeg het duel tegen Top Os ingaat. Nou, François, gelijkspeler koploper, een goede periode achter de rug. Je hebt wel eens onrustigere weken gehad hier, denk ik. Ja, de periode is nog niet achter de rug, hoop ik. Ik hoop dat we deze periode nog even door kunnen trekken. Hè. Letterlijk vanwege de periode, maar ook vanwege natuurlijk de goede resultaten die we hadden. Ik sprak jou voor het laatst 1,5 à 2 maanden geleden. Toen vroeg ik nog, ja, het moet zonde zijn dat je nog geen clean sheet hebt gehouden. Hoe anders is dat nou? Ja, dat is een wereld van verschil, hè. 4 op rij, dus het, we zitten er lekker in. Is het ook echt dat het nu verdedigend beter staat? Of heb je ook iets meer geluk? Ja, ik denk een combinatie van beide. Ik denk dat het verdedigend wel een stuk beter is. We hebben het goed voor elkaar, de organisatie staat goed. Daardoor geef je minder weg. Wat uiteindelijk ook zorgt ervoor dat je als keeper minder te doen krijgt en het makkelijk wordt om clean sheet te houden. En natuurlijk, weet je, als je 4 keer op rij de 0 houdt, heb je ook een beetje geluk nodig. Doelpunt afgekeurd tegen MVV. Balletje net aangeraakt, waardoor die net niet erin gaat. Dus dat, het moet een beetje meezitten, maar het belangrijkste is denk ik dat de organisatie wel een stuk verbeterd is. Ja, dan de verbeterpunten. Als je die wedstrijd van Cambuur, als je daar scorebordjournalistiek op nahoudt, dan kun je zeggen goed resultaat. Heb jij nog andere gedachten daarop? Nee, goed resultaat. De trainer van hun zei ook van nou, dat is ook een compliment van de beste ploeg waar we tot nu toe tegen hebben gespeeld. Het had ook hun kant op kunnen vallen. Nou, dat was ook zo. Maar als ik even kijk naar onszelf, had het ook de kant van Cambuur op kunnen vallen. Dus het wedstrijdbeeld was dat betreft wel oké, denk ik. Alleen zijn er natuurlijk wel een aantal verbeterpunten voor ons nog steeds. Vooral in het aanvallen vinden wij. De laatste weken gaat het verdedigend beter. We zijn wat stabieler, krijgen wat minder goals tegen. We vinden dat we in het aanvallen nog wel wat stapjes kunnen maken. Nou, daar hebben we deze week de aandacht wat neergelegd. Op welke manier dan? Ja, het laatste gedeelte van het veld. Hè. Welke keuzes maken we daar? Wat kun je doen met de opkomende backs? Wat kun je doen met buitenspelers? Het positie kiezen voor de goal bij voorzetten. De manier van voorzetten. Dus zo probeer je ook in het aanvallen wel wat te variëren. Uiteindelijk, als het dan komt tot kansen, dan is dat altijd beter. Hè, dat je kansen mist dan dat je er geen creëert. Heb je dan ook echt gewoon meer vertrouwen op dit moment dan dat je in het begin van de seizoen had? Want je hebt natuurlijk ook wat kritiek over je heen gehad toen. Maar tegen Cambuur ben je bijvoorbeeld de man of the match? Ja, aan de ene kant wel. Moet ik heel eerlijk in zijn. Aan de andere kant, het is ook kwestie van in een flow zitten en je niveau halen. En ik denk dat ik de laatste week ook gewoon mijn niveau heb gehaald. En wat ik net al zei, daar zit het soms een beetje mee. En dat helpt dan heel erg mee in hoe je eruit ziet voor de rest van de wereld. Ik zit zeker goed in mijn vel en dat zie je denk ik terug op het veld. Je had het al even over de tweede periode. Dat moet een doel op zich zijn, ook met het programma met een aantal ploeg uit het rechte rijtje nog. Is dat voor jullie echt nou een doel van om in ieder geval de komende weken naartoe te werken? Nou, dat is op zich. Kijk, de tweede periode bestaat volgens mij uit 10 wedstrijden. Dat is tegenwoordig 9, 10 en dan weer 9 en dan de laatste weer 10. Dus wat meer dan in de eerste periode. Dus in die zin is het geen doel op zich. Natuurlijk, als jij sportman bent, dan wil je altijd iets halen. Maar als je kijkt hoe de periode gestart zijn, dan zijn we goed gestart. Uiteindelijk krijg je nu weer een paar wedstrijden die op papier nogmaals, hè, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, moet winnen. Ja, en dan na een aantal wedstrijden moeten we eens kijken, denk als je 7-8 wedstrijden onderweg bent, hoe staan we ervoor in die periode? En moeten we dan daar ook voor gaan? Maar uiteindelijk willen we deze komende wedstrijden gewoon tot een goed resultaat brengen. En beginnen met vrijdag tegen Os. Rens van Nijden heeft 4 keer meer gedaan in deze competitie en 4 keer zit nog gehouden. Is dat nog iets waar jij bij denkt van ja, dat is echt wel iets waar je merkt dat het beter staat? Ja, ik denk dat ik de andere jongens tekort doe als ik zeg dat het alleen puur door Rens komt. Maar kijk, Rens die heeft heel veel ervaring. Die staat uit zichzelf al goed, dus die heeft weinig sturing nodig. En het voordeel is ook dat hij heel veel coacht, dus hij zet het zelf ook nog weg. Waardoor ik zelf minder hoef te coachen en wat meer kan richten op het ballen tegenhouden. Dus dat is denk ik een groot verschil met daarvoor. En daardoor staat het beter. En mede daardoor is het denk ik ook wel dat we vaak de 0 hebben gehouden. Ja. Jozef Kvida die ontbrak afgelopen week, die is er weer bij, of niet? Ja, die is weer bij. Die heeft weer meegetraind deze week, grootste gedeelte van de week. Nou, wisten we eigenlijk al wel. Het was net een blessure die net te weinig dagen na Excelsior had om te herstellen. Dus ik denk dat we daarin een dag of 2 tekort kwamen. Nou, daarin kon hij gewoon niet spelen tegen Cambuur. En wisten we eigenlijk al wel snel van, nou, dat zal waarschijnlijk voor de komende week geen probleem zijn.
Dan naar Top Os, dat is een team dat nogal af en toe met vijf verdedigers speelt. De ervaring blijkt dat NEC daar niet altijd even makkelijk tegen optreedt. Heb je daar ook extra op gelet? Ja, ze hebben dit jaar heel veel op veel verschillende manieren gespeeld. Vorig jaar natuurlijk succesvol geweest met 5-3-2. Dit jaar zijn ze ook zo begonnen. We hebben ook 4-4-2 gespeeld met een ruit. En de laatste weken hebben ze wat meer resultaten gehaald met 4-3-3. Goed, wij houden er ook wel rekening mee dat ze wellicht met vijf verdedigers kunnen spelen. Daar hebben we ook wat aandacht aan besteed. Dus wij zijn wel alles voorbereid op verschillende systemen van hun. Dan naar Top Os, staat niet echt bekend als een ploeg die heel veel scoort. Wat dat in feite ook niet ziet op rij. Dat is wel de bedoeling, zeker. Maar we moeten wel oppassen. We moeten niet naast onze schoenen gaan lopen en denken van oh, nu komt Os en daar houden we ook wel even de nul. Ik denk dat het best wel een gevaarlijke ploeg is die denk ik tegen ons vrij verdedigend gaat spelen. Dus ze zullen een aantal kansen gaan krijgen denk ik in de counter. En dan wordt het weer belangrijk dat we die 2-3 momenten dat we die dwarsbomen. Vrijdagavond om 8 uur in de eigen Goffert, NEC tegen Top Os.